Ja, erg hè? Maar ja, het waren al vriendinnen en toen zei ze pas na de anders voor Feyenoord waren. Een beetje ingeluisterd. Kut wijven. Ik sta hier vandaag voor misschien wel het allermooiste stadion van de Eredivisie, namelijk het Kasteel. En dat vlak voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Sparta. En dus een goed moment om te kijken hoe de verhoudingen er tussen Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West op dit moment bij liggen. Ik denk dat Spartanen die zijn misschien iets meer burgerlijk en mensen van Zuid zijn misschien iets gekker. Ik weet niet of het een goede woord is. Feyenoord is onze grote broer. Ja? En dat zal jarenlang zo blijven. Ik denk gezond concurrerend. Ja. Weet je, we lopen hier door elkaar heen. Ik denk dat dat ook zo hoort. Ja, je hoopt natuurlijk wel altijd dat Sparta in de Eredivisie speelt. Omdat natuurlijk dan de stadsderby blijft. Ja. Dus, En we gunnen Feyenoord het allerbeste. Wij hebben meer haat en nijd, denk ik, tegen die club uit Amsterdam dan hier. Leuk stadionnetje, leuke club. Helemaal het stadion van Nederland, toch? Prachtigste stadion van Nederland, absoluut. Ja. Nou ja, kijk, dat zullen Feyenoorden zijn waarschijnlijk. Ja, kan niet missen. Na alle ellende die je momenteel ziet, heb iedereen zoiets van, nou, dat gaat hier niet gebeuren, geloof ik. Nee. Er wordt wel gescholden en een beetje gejoeld, maar nee, gaat helemaal goed komen. En hoe kijk jij naar de onrust rond de club met Koevermans en de fans? Ik vind het belachelijk. Ik blijf het belachelijk vinden. We houden van de club. Koevermans heeft zijn best gedaan. Foutjes gemaakt, laten we dat wel voorop stellen natuurlijk, maar deed ze uiterste best en dat je dit moet doen vind ik belachelijk. Ja, het is toch heel triest als je als directeur moet zeggen dat je stopt vanwege de supporters, oprecht, dat vind ik echt heel triest. Ja. Hij heeft ook al een aantal uitspraken gedaan waarvan je denkt van ja, moet je dat wel doen? Nou, die Koevermans en de supporters, dat zijn geen supporters, hè? Dat zijn criminelen. Dus een normale supporter doet dat, die haalt het niet eens in zijn hoofd om dat te doen. Hè? Ik zag zelf eigenlijk zijn opstappen wel aankomen, niet echt het moment, maar wel dat het zou gaan gebeuren. Ik schrok er niet heel erg van. Ja, het is in en in triest dat dit gebeurt natuurlijk. Het is echt van de zotte. Je hoort wel dat mensen blij zijn dat hij opstapt, maar je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Eigenlijk doen ze de rest van het legioen gewoon tekort. Ja, de grote massa natuurlijk wel. Ja, dan moet Feyenoord fans zich echt voor schamen, denk ik. Je hebt er altijd van dat soort idioten tussen lopen die zich daarmee bezighouden. Dat zul je bij alle clubs zul je dat hebben. Ja, ik zeg altijd, wij houden van voetbal en zij van Feyenoord. Kijk, kijk.